Het belangrijkste is dat je het vliegtuig veilig achteruit duwt en veilig op zijn plek kan zetten. Maar stiekem mag je toch wel van genieten. Mijn functie is eigenlijk pushbacker slepen. Dus wij houden dagelijks bezig met het vliegtuig pushbacken. Dus dat we veilig het vliegtuig naar achter duwen en op de taxibaan zetten, dat hij zelfstandig kan vertrekken. Kijk, een vliegtuig kan niet achteruit rijden. Dus daarvoor hebben we ons echt nodig. Dus bij aankomst, we doen eerst onze pen. Bypasspen noemen wij dat. Daarmee blokkeren wij het sturen voor de piloot. We kijken hoe ver de platformmedewerkers zijn uiteindelijk, of ze klaar zijn met het laden. Dan ga ik een rondje om het vliegtuig heen lopen. Als ik een rondje heb gelopen en het ziet er allemaal prima uit, geen schade, dan haal ik alle pionnen weg. Koppel ik de pushback tracker aan. Ga ik communiceren met de piloot en dan geeft hij mij uiteindelijk een signaal om te starten met de pushback. Yes, Larry? Yes sir, we are clear for push and stand by for pull. We have a pushback and stand by for pull. Okay, you leave your button back. Als je een pushback heeft beëindigd, dan mag je het signaal geven dat hij mag vertrekken. Je moet hem altijd die rode lijn moet je laten zien met die pinnen. Laat je zien dat is voor hem een bevestiging dat hij verwijderd is. En een duimpje en dan mag je. Het meeste wat wij doen is echt een pushback. Dus de vliegtuigen terugduwen. Versleping, die hebben we er ook bij, de versleping. We gaan zo meteen een vliegtuig verslepen. Dat is een Boeing en die gaan we van de gate afhalen. Die gaan we verplaatsen naar een parkeerplaats, zodat hij daar even vannacht kan overnachten. En morgen vroeg dat hij weer aan zijn nieuwe vlucht gaat beginnen. En dan gaan we wel over de taxibanen waar ook ander verkeer is. Dus er komt ook veel communicatie bij kijken. We staan al genoeg vliegtuigen wat normaal hier niet zo druk is. Ja, dat heb je met de coronatijd. Er vliegen gewoon veel minder vliegtuigen. Ja, ondanks de corona konden we hier toch uiteindelijk een leuk plekje vinden waar we deze vliegtuig konden parkeren. Kijk, kleine vliegtuigen, dat is een appeltje aai eigenlijk een beetje. Ja, sorry dat ik het zo overbreng. Maar zo'n nieuwe 350.000, het is gewoon geweldig als je daarmee aan de slag bent. Vanaf jongs af aan had ik al een passie voor vliegtuigen. En wat ik altijd zo mooi vond, was het pushback. En het vliegtuig drinken, dat vond ik zo geweldig. Dat is gewoon gaaf. Maar thanks for coming. Yes, Frank. Pressurize. Yes, you have to pressurize. Waar ik echt trots op ben, is echt dat ik uiteindelijk de functie als pushbacker slepen. Dat ik die functie mag uitoefenen. Ja, dat is echt, ik ben trots op. Ik vind het nog steeds knap.